deze beide families uitgezonderd, welke slechts van tijd tot tijd verschenen, waren die vreemde kennissen veel over de vloer. Ze kwamen of eten, of om 11 uur des avonds, wanneer Eline zich reeds bereidde naar bed te gaan. Ze bleven dan tot 2:30, 3 uur. Er werd gerookt en er werd champagne gedronken en Elise rookte mee en lachte zeer luid. Oom Daniël lag glimlachend en wat moe in een stoel en Eline kreeg vaak het vermoeden dat die zonderlinge kennissen allen hem van enig nut waren. Eline had ook nooit begrepen hoe oom, zonder ooit iets uitgevoerd te hebben, aan zijn geld was gekomen. Maar zij dacht er niet over na. Ze dacht over niets, als Elise. En zij liet zich door dit leven, zo zeer verschillend van het leven in de salons hunner Haagse kennissen, in zekere mate boeien. Maar vooral boeiden haar de gesprekken die zij wisselde met oom Daniëls dokter, een man van onzekere leeftijd, zeer beleefd van manieren, zeer kies van woorden, en die haar steeds met grote belangstelling scheen gade te slaan. Zij gevoelde zich in de aanvang een weinig bevreesd voor die belangstelling, al zou hij iets in haar doorgronden wat haarzelf onbewust was, en dat ene schande zou blijken te zijn. Maar er ging iets als een magnetische invloed van hem op haar uit. Zij gevoelde zich als gebiologeerd door zijn vaste, vriendelijk doordringende blik, en weldra vroeg zij hem vaak, wanneer zij aan hoofdpijn leed, of hij even zijn koele hand voor haar voorhoofd wilde houden. Hij had dit eens uit zichzelf gedaan, en het was Eline aanstonds geweest op een verfrissende, versterkende stroom door hun gloeiende hersens was gevloeid. Sedert verslaafde zij als het ware aan de koele fluïde van die hand, die haar zelfs niet aanraakte, maar die een koude bries door haar verhit hoofd scheen te kunnen laten waaien. Eline had hem gesproken over haar slapeloze nachten, en hij had willen pogen haar, naar hij zeide, alleen door zijn wil te laten slapen. Maar zij had het hem gesmeekt, haar niet geheel en al tot een niets te maken. Zij had reeds zo weinig wil. Ze was bevreesd een geheel en al willoos wezen te worden, zo hij haar zo, zelfs in zijn afwezigheid, zou kunnen beheersen.